Ze dus, als we daar nu zijn, we moesten dan vertrekken. Ik geloof dat we dan naar Nazareth vertrokken zijn. Dan weer bij Hans, gemobiliseerd met al ons gerief. We kregen ons geweer, 120 kogels, 5 handgranaten. En zo moest ik thuis vertrekken. Mijn vader had 4 jaar krijgsgevangen geweest in Holland, de oorlog 1418. Ze dus, je moet niet vragen wat die mens meegemaakt heeft als ze mij met die wapens en die kartouchen al die kogels van Norse gewoon had. Als ik dan van tof aan kijken was, ik nog eens om. En dan zeg ik bij mij, je overleeft dat niet. Maar je kunt begrijpen dat dat aandoenlijk was. Als een pa van de Norfolk, een kind van de Norfolk, en dat moet achterblijven, hetzelfde, ik moet van Norfolk, ik weet dat de 4 jaar krijgsgevangen geweest is. Zo dus, dat is niet om aangenaam te zeggen. De dorp, hoe dan een oorlog wonder kan beginnen. Voordat ik nu zal iets zeggen van wat ik meegemaakt heb als krijgsgevangen, want ik wil eerst vooral voorbereiden de achtheid van een oorlog. En ik heb er een klein gedichtje op uitgevonden dat ik geleerd heb over de oorlog 1418. Dus ik was dan juist met punten, denk ik, of jullie. Ik was ook zo iemand van 9 jaar. En nu heb ik een gedichtje uitgezocht dat ik vroeger geleerd had. En ik ga dat een keer voordragen. Is dat goed? Ja. En wat ik zal... droeftijden. Het zijn droeftijden als de oorlog bloeit. Als mensen en slachtelijk dieren. Als mensenbloed bij beken bloeit. Als vrede en liefde liggen gebloed. Als aap en kwaad. Als nood en dood. Grenzen, vloeken en tieren. Ach, waar is toch nu mijn arme man? Ik vergaf een angst, ik sterf ervan. Wat verschil met vorige jaar. We zaten hier zo blij te gaan. Bij het wiegje van ons jongste kind. En nu en dan. O God, heb medelijden met mijn bitter lot. Juur op het jongetje, paardeken nu. Eén moeder. Waar is vader nu? Als vader komt, dan krijg ik een paard, een levend paard, en een blinkend zwaard, een helm met pluim en een grote banier. Dan gaan wij rijden, verre van hier. Dan maken wij oorlog, en nog meer. Zeg moeder, wanneer komt vader weer? O, zegt de dochterke, moederke lief, ik heb vader geschreven in schone brief. En dat wij bidden op beide knieën voor hem en hem zo gaan te zien. En dat je toch zo droevig bent. En dat ik ook dan dit was krijg. En dat ons broertje vrijdag leed. En of hij toch niet weer leed. De moeder aan ons eenvoudig geschrift. En grijpt uit de wieg. Ten onze recht. En roept en snikt. O heer, geef mij de gade en de genade van uw vader weer. Terwijl de moeder aan het bidden was, terwijl het meisje haar briefje las, terwijl het jongetje reed en liep, terwijl het wichtje in zijn wiegje sliep, gins, ver, in het vreemde verwoeste land, verlaten langs een eenzame kant, met doorboorde borst en eigen van dorst, daar laat de vader, dat verhaal. Dat is de oorlog in een klein gedichtje samen.